Dag allemaal, we gaan nog even kijken naar de analyse technieken en dan grafimetrie en polymetrie. De oplossing hiervoor is het kwijlen van looddeeltjes. En als je een koekje doet en je hebt lood gebruikt, dan moet je dat in de container van zware metalen gooien. Want als het in het milieu komt, dat is giftig. Uiteindelijk moet dat zware metalen afval natuurlijk afgevoerd worden. En het is een beetje zonde, omdat er heel veel water in zit. Wat we eigenlijk willen, is dat dat lood vaste stof wordt. Dan kun je hem eruit filtreren. Nou, dat gaat niet vanzelf. We gaan er wat bij doen. Een andere stof, dan krijgen we een reactie. Je krijgt een vaste stof en die ga je dan filtreren en eruit halen. Nou, hoe kun je dat doen? Een voorbeeld van een stof is natriumsulfaat. Na2SO4. En doe je dat bij iets waar lood in zit, Pb2 plus deeltjes, zie je deze reactie vergelijken. Nou, na de pijl hebben we de stof PbSO4. Dat is een vaste stof die slecht oplost in water. Die kun je dan dus gaan filtreren. Wil je natuurlijk ook weten, wat je doet, in welke massverhouding deze twee reageren. Ik wil niet te weinig de natriumsulfaat toevoegen en ook niet te veel. Dat kunnen we doen met behulp van het periodiek systeem. Dan kun je van een deeltje vinden wat de atoommassa is. Hier heb ik een paar van jullie ingetypt. Lood Pb 207, natrium 23, zwavel 32 en zuurstof 16. Dat was de eenheid unit voor de massa van een atoom. Het gaat om de verhouding. Nou, mensen die denken, hey, er staat hier Pb 2+, en niet gewoon Pb. Terug aan hoofdstuk 1. Het verschil tussen Pb en Pb2+, dat zijn alleen maar twee elektronen. Pb heeft evenveel protonen als neutronen, als elektronen. Pb2+ zijn er twee elektronen weggegaan. De massa van een elektron was verwaarloosbaar klein, dus telt niet mee. Dus Pb2+, net als Pb, kan het geven. Geef de reactie nog een keer. Neem het op. B is gewoon 207, Na2SO4, 2 keer de massa van natrium, 1 keer van zwavel en 4 keer die van zuurstof, komt tot 174 uit. Dus de verhouding is hier 270, Pb2+, 174, Na2SO4. Nou, dan even naar de praktijk. Als je nou lood uit water wil halen, wat ik net zei, wil daar een sommetje mee doen, kan het als volgt zijn. Ik wil weten, hij heeft 100 ml water, doet daar een overmaat natriumsulfaat bij en hij meet dat er 1 gram vaste stof ontstaat. 1 gram is dus dat BSO4. Dus de vraag, met deze gegevens kun je uitrekenen hoeveel lood er in 1 liter afvalwater voorkomt. Het proefje wordt even met 100 ml gedaan, om niet een hele liter te gebruiken, moet je op het eind gewoon een keer doen. De massaverhouding, terug, 207. Op 335. Wel, PbSO4 genomen. Het was het natriumsulfaat. Dat om PbSO4, dat is de vaste stof en die meten we. Nou, dan is het dus 207 natuurlijk nog steeds voor Pb. PbSO4 wordt, hier zien, 335 gram. Nou, in het verhoudingstabelletje nog een keer diezelfde getallen. PbSO4, 335. 1 gram. Hadden we van PbSO4, kun je uitrekenen, een kruistabelletje, 0,62 gram Pb2+ aanwezig was in 100 ml water. De vraag was per liter, dat moeten we een keer 10 doen, omdat in een liter een keer 100 ml past. Nou, en dan komen we uit op 6,2 gram Pb2+ per liter, dat is antwoord op de vraag. Ik noem aan het begin even die woorden gravimetrie en volumetrie. Nou, gravitatie, dat heb je misschien bij natuurkunde geleerd, zwaartekracht, vaste stof, tak naar de bodem, en die kun je wegen, filtreren, kun je die twee van elkaar scheiden. Vandaar de naam van deze methode. De tweede, laatste methode is volumetrie. Nou, je meet dan het volume van iets. En dat gebruik je eigenlijk als je niet een vaste stof kunt laten ontstaan. Nee, dat is eigenlijk wat makkelijker, maar in een situatie dat dat niet lukt. We gaan hier even kijken naar een zuur en een base. Zwavelzuur is een zuur. En dat gaan we laten reageren met de base natriumhydroxide. Een bekende base die ook in gootsteen ontstopbaar is. De reactievergelijking die hier staat, nou, dat is iets wat je pas veel later echt zelf moet bedenken, die staat er hierbij.
je deze vergelijking ziet, kun je er wel aan rekenen. Wat hier het lastige is, we willen meten hoeveel waterzuur er is. Dat willen we doen door de juiste hoeveelheid van de basen natriumhydroxide te voegen. NaOH is natriumhydroxide. Je weet misschien nog wel, een zuur heeft een pH onder de 7, een baas heeft een pH boven de 7. Nu is het precies de goede verhouding bij elkaar. Nee, dan krijg je een neutrale oplossing met een pH van 7. Daar hebben we een trucje voor. Wat je gaat doen is, je neemt een hoeveelheid zwavelzuur, die neem je af, bijvoorbeeld een milliliter, in Erlenmeyer. Dan ga je heel langzaam, druppel voor druppel, natriumhydroxide in je oplossing voegen. In het begin zal de pH natuurlijk heel laag zijn, want er is heel veel zuur. Een heel klein beetje natriumhydroxide bij gaat weer een klein beetje omhoog. Uiteindelijk komt die dan bij de 7. Om te kunnen zien gaan we een stofje toevoegen, dat heet een indicator. We hebben een reagentia gehad. Een indicator is een stofje hier die van kleur verandert bij de pH. We nemen een stof die bij pH 7 een ander kleurtje heeft dan bij een lagere pH dan 7. Ja, nog een keer de reactievergelijking en ook weer de massaverhouding erbij. Je kunt het hier weer onderzien eigenlijk, hè? Zwavelzuur, H2SO4, nou, een kwestie van optellen. NaOH, moet je nog wel even opletten dat er een 2 op de NaOH staat. Dus de massa van 1 deeltje NaOH is 23, 17, 21, dus 40. Maar omdat er 2 zijn, hebben we 80 gram NaOH op 98 gram zwavelzuur. Ik zal die verhouding nog een keer. Die gaan we toepassen op een sommetje. In dit geval heeft iemand 50 milliliter van een zwavelzuuroplossing gebruikt. Een Erlenmeyer gedaan. En langzaam met een buret. Een groot lang ding waarmee je afmeten hoeveel vloeistofje toevoegt. 30 milliliter natriumhydroxideoplossing bij gedaan. Op het moment dat er 30 milliliter natriumhydroxide bij zat, veranderde de indicator van kleur. Was het pH 7. Je moet er even weten, dat krijg je altijd van tevoren erbij, die natriumhydroxide oplossing bevat voor een groot deel water. In dit voorbeeld was er 4 gram natriumhydroxide in 1 liter water. Het sommetje wat je mee kunt berekenen is om een concentratie zwavelzuur, zwavelzuuroplossing, gram per liter te doen. Dus hoeveel gram H2SO4 zit er in een liter oplossing? Je kunt natuurlijk even zelf uitrekenen, even het filmpje top zetten en zo kijken of het antwoord goed is. Meteen even zien. Is dat de uitwerking? Het eerste rekenstapje is eigenlijk dat we te weten hoeveel gram natriumhydroxide is er nou gebruikt. En want daar wisten we van dat er 4 gram per liter was. En we wisten dat er 30 milliliter was. 30 milliliter heb ik naar 0,030 liter omgerekend. Dat staat hier. Vervuldig ik met 4 gram per liter, de concentratie van natriumhydroxide, en dan kan ik berekenen dat er 0,12 gram NaOH nodig was bij dit proefje. Haal ik de massaverhouding erbij, van 80 op 98, die we net hadden berekend, en dan kan ik hier een sommetje, je kan het ook in de verhoudingstabel zetten als je het handig vindt, berekenen dat er 0,147 gram zwavelzuur in die Erlenmeyer zat. Die 50 milliliter die je in die Erlenmeyer had gepast. Nou, even denken, de vraag was hoeveel is er per liter? En dan moet je eens bedenken dat er 20 keer 50 milliliter in een liter past. Dus ik heb ook 20 keer zoveel zwavelzuur. 20 keer die 0,147 is rond 2,9 gram zwavelzuur per liter. En dan hebben we het antwoord op deze vraag. Het is best lastig, denk ik, als je dat niet zo vaak gedaan hebt. Daarom gaan we het ook een paar keer oefenen. Het is een trucje wat je even moet krijgen, wat in je vingers moet krijgen. Dan lukt het wel. Onder staat nog een linkje naar een filmpje, als je dat volumetrie even in de praktijk wil zien. Want ik zeg wel een Erlenmeyer en dat toevoegen. Hoe gaat dat nou, met wat voor glaswerk werkt dat? Dat nog even bekijken, maar dat kan natuurlijk ook in de lab.